De bewoners van het boven Suriname gebied willen graag meer ondersteuning vanuit de regering. Dit hebben ze afgelopen zaterdag meerdere malen benadrukt tijdens een kroetoe op Assidonghopo. Minister Sergio Akinbotto van Natuurlijke Hulpbronnen, districtscommissaris Humphrey Yeru en een delegatie van Roosevelt Gold Mines onder leiding van Jerry Finisi waren als gast aanwezig. Het bezoek was bedoeld om Gramang Albert Aboikoni en de rest van de plaatselijke gemeenschap te informeren over recente ontwikkelingen, zoals overname van de Afubakadam en de grote olievondst voor de kust van Suriname. Delen van het traditioneel gezag hebben echter van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun ontevredenheid kenbaar te maken. Vooral het ontbreken van goede drinkwatervoorziening en elektrificatie is voor hen een doorn in het oog. Ik ben zo 30 jaar ik ben. Dat is zo bolofweek is. Dat is maar kom. We horen voor kaderen we tellen dat na zo'n zo'n wat van oudu, zo'n zo'n wat van oudu. Dat de mag we, de mag bang op historie dat. Dat kon goos don drinken, de sopje of drinken, sandel drinken. De bang ou. Baka kan de baka 5 jaar of baka kan wang 3 jaar. Zo de kon baka na ga schrijf tori, na ga semsani. De kon actie baka we gede, a semsan baka tak lukunan. Na zo'n zo'n van oudu, wabi lukunan, wabi water van oudu. Stroom no boom. De net no boom. Bijna constant voor mukale de wegide maar Samsung dat goed door. Tak ala zolang de maak om we horen voor kader weten de maar tak naast ons van de duabi. De maar de man eurokone als dat tapu kon de maar wave de baka de maar balik het akau kies de ba. Ja, maar let ifa van ande en dat zo goed in de dat was aan makali oka. Ta de bigi maar foto no de takwau no de kofa kote okaba no takai we otawak tu no foto kote pi de ankwa omoso. En bij het attack de piste. Maar hen daar hier ka altijd die moest bibi ai libi. No die bibi die uta bi dau si no hen daar wa bibi ta hen daar fau van te dak no de son de uta ki opasa so werkele. Minister Akinbotto begrijpt de ontevredenheid van de mensen. Hij zal zich daarom inzetten om de zelfredzaamheid van de plaatselijke gemeenschap te vergroten. Over die ontevredenheid in het begin waarbij de mensen scherp hun mening hebben gegeven. Het is begrijpelijk, ik snap het helemaal. Laat me zeggen, het heeft wel twee zijden, het heeft twee kanten. De afgelopen jaren, en niet de huidige regering, voorgaande regeringen, hebben steeds weer een politiek verhaaltje gehouden. De mensen voorgehouden, een aantal dingen die nooit zijn gerealiseerd. Aan de andere kant zijn de mensen ook zodanig gaan zitten wachten op die overheid. Om voor ze te brengen. En dat is het, ook die opmerking in het begin van die kroeten die werden gemaakt. Moet erop lijken dat, ja, wat die land heeft gezet in die UNO, hoe nee komt, dat ook een korubaka en al die opmerkingen die werden gemaakt, dat is te begrijpen. Maar dat is waar die Gramang zijn leiderschap heeft vertoond uiteindelijk met zijn insteek. Waarbij hij zegt van, hey guys, is goed, wat gebeurd is gebeurd, maar wij moeten ook zelf aanpakken. Kom, laten we beginnen. Laten we beginnen om alvast te kijken naar projecten. Ze moeten ons helpen, maar laten ze ons anders helpen. Laten ze ons helpen om te investeren zodat we economisch in staat zullen zijn om zelfvoorzienend te zijn, om in staat te zijn om dingen zelf te financieren, om te verdienen om dingen zelf te financieren. Sergio Akinbotto, minister van Natuurlijke Hulpbronnen, spraken hem op Assidonghopo na een kroetoe met het traditioneel gezag. De bewindsman heeft beloofd zich te zullen inzetten voor projecten die moeten leiden tot duurzame ontwikkeling van het boven Suriname gebied.